Goeiedag, dit is Politiek Loket. Mijn naam is Norbert Kuiper en ik ga vandaag in gesprek met Chris Boer, lijsttrekker van Leefbaar Purmerend. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. Ik heb een aantal vragen voor u opgesteld. Wie is Chris Boer? Kun je jezelf in het kort kenschetsen? Ja, tuurlijk. Ik ben een geboren en getogen Purmerender. Ik ben 22 jaar. Ik ben nog student en ondertussen ook werkzaam voor de gemeente Amsterdam. Ik ben helemaal gek van alles wat met de overheid te maken heeft. Vandaar ook mijn studiekeuze bestuurskunde. In mijn vrije tijd doe ik het liefst van alles met mijn vrienden. Lekker naar de koemarkt gaan voor een drankje. Of lekker een weekendje weg. Of zulke soort dingen. Wandelen met de hond. Ik heb een grote Newfoundlander. En daar wandel ik graag mee. Dat is ook een hobby van mij. En verder, ja, bioscoop, daar ga ik graag naartoe. Ik ben een echte filmliefhebber. Dus, ja. Ja, wat is de laatste film die je gezien hebt? De laatste film die ik gezien heb, dat is James Bond. Ja. Okay. Ja, zo'n goede film, moet ik zeggen. Ja. Hoe komt zo'n jongen als jij zo vroeg al politiek actief? Je bent 22 jaar? Ja. Ja, dat is een vraag die ik wel vaker krijg. Van, hoe kom je nou in godsnaam op je 22e al in de gemeentepolitiek? Ja. Nou, dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat ik het van huis uit heel erg heb meegekregen. Al toen ik heel jong was, zaten mijn beide ouders in de gemeenteraad van Purmerend. Nou ja, dan op het moment dat je thuis komt en de aardappeltjes worden op tafel gezet, dan is het onderwerp van gesprek eigenlijk altijd politiek. Dat is hun bezigheid, dus daar praten ze graag over. Er waren ook discussies en daar ging ik dan in meedoen. Maar ik had ook wel een beetje een afkeer tegen de politiek, moet ik zeggen. Als wij als gezin het stadje inliepen, dan werd mijn vader en mijn moeder regelmatig aangesproken op dingen die speelden in de stad. Ja, ze werden ook herkend. Ze werden herkend en dat is als kind wel eens heel vermoeiend hoor. Je wil gewoon lekker met papa en mama de stad ingaan en dan is het wel eens jammer dat iedereen je aanspreekt. Dus daar had ik eigenlijk best wel een hekel aan. Ik had zoiets van, nou, die politiek kunnen ze er niet uit, weet je, kunnen ze er niet meer stoppen. Tot ik een jaar of 14 was, toen ben ik eens gaan meelopen met de fractie. Eigenlijk puur toeval dat ik een keer meeging. Ja. En ik had er helemaal niks van verwacht, want ik al zeg, ik had er helemaal niks mee. En ik zat daar en er kwamen allemaal dingen voorbij waar ik opeens een mening over had. Ik denk, ja, maar hier wil ik ook wat van vinden. En toen ben ik eigenlijk blijven zitten. Ik kwam elke dinsdag terug, gewoon meepraten. Hoe oud was je toen? 14. Oh. Ja. En niet eens dat ik altijd het hoogste woord had, vaak luisterde ik ook. Want we hadden hele ervaren mensen in de fractie, zoals Henk Heida bijvoorbeeld. Een heel raadslid wat heel lang in de gemeenteraad gezeten heeft. En daar leer je ontzettend veel van. Maar ik vond het altijd leuk om mee te kunnen praten. Nou, dat ging zo door, totdat het op een gegeven moment verkiezingen kwamen. En toen vroegen ze van, wil je niet op de lijst? Nou, toen ben ik als 16-jarige jongen op de lijst verschenen. Nou, dat was vrij bijzonder, want ja. Je kan nog niet eens de gemeenteraad in. Ja. Nou, dan, toen ben ik dus, zijn we dus gewoon gekozen met 3 zetels. En toen ben ik, toen ik 18 werd, meteen commissielid geworden. Mm-hmm. En bij de vorige verkiezingen stond ik op plek 3. En toen ben ik raadslid geworden. Ja. En dat was een hele eer. Ja. 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 Dus zo ben ik er een beetje ingerold. Het is een heel lang verhaal, maar ja. 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 Op dit moment ben je nog bezig met je studie. Ja. In hoeverre ben je al gevorderd? Ben je bijna klaar? Ja, ik moet alleen nog een scriptie schrijven en dan heb ik mijn bachelor heb ik afgerond. Ja. 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 Bestuurskunde. Ja. Doe je daarna nog werk voor de gemeente Amsterdam? Ja. Las ik. Ja, klopt. Ik ben beleidsmedewerker voor team Bouwdynamiek. Dat is eigenlijk een team wat kijkt naar allemaal bouwoverlast en wat kun je daar nou aan doen? Hoe kan je nou zo'n buurt een beetje leefbaar houden? Mm-hmm. En nou, daar ben ik beleidsmedewerker en dat is een hele uitdagende. Nou, je bent druk bezig. Ja. Zo hoor. Heel goed. Je vader is ook al politiek actief, al lange tijd. Ja. In hoeverre heeft hij jou beïnvloed in je keuze om zelf politiek actief te worden? Nou ja, het is wat ik zeg. Ik ging, doordat mijn ouders erin zaten, ging ik mee naar de vergaderingen. Ja. En zo ben ik er wel ingerold. Maar ik doe dingen wel heel anders als mijn vader. Ja. Ik zeg altijd, een voorbeeld kan je precies willen navolgen, maar je kan soms ook juist denken van nou, ik denk dat ik het nog iets anders kan doen, waardoor het misschien wel beter wordt. Kun je een voorbeeld geven? Nou, wat ik ben een
ik ben niet echt van nature een heftige politicus die op de man wil spelen of die hard het duel in wil gaan. Ik ben veel meer van de inhoud en van de nuance. Mm-hmm. En ja, daar verschil ik echt van mijn vader. Mm-hmm. Maar dat is denk ik ook iets wat ons juist wel complementair maakt aan elkaar. Ja, ja. Op die manier kun je elkaar ook aanvullen. Ja, ja. Jullie zitten allebei nog in de staande lijst. Jij hebt nummer 1 en je vader nummer 2. Ja. Geeft je vader je ook tips? Ja, hij probeert me wel te coachen. Ja. Maar ik moet zeggen, het gebeurt de laatste tijd ook heel vaak dat ik hem probeer te coachen. We leren van elkaar. Ja. Dus het is niet per se dat ik alleen maar van hem tips krijg, maar ook wel andersom. Ja, dat komt omdat we allebei een andere manier van werken hebben. Dan ga je elkaar proberen te laten zien wat het voordeel heeft om het te doen op jouw manier. En op die manier helpen we elkaar. Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld als lijsttrekker? Hoe ging dat? Nou, eigenlijk net als bij het worden van fractievoorzitter heeft de fractie mij gevraagd of ik kandidaat wilde zijn. Dus ik heb mezelf niet actief kandidaat hoeven stellen. Er was ook verder niemand anders die het ambieerde. Ja. Ik heb er wel even over na moeten denken. Je bent 22, ik word snel na de verkiezingen 23. Mm-hmm. Het trekt wel een wissel op je leven. Het heeft heel veel tijd, neemt het in beslag. Die je niet kan besteden aan vrije tijd, aan je vrienden, aan sporten, aan dat soort dingen. Ja. Dus ja, daar heb ik wel over na moeten denken. Maar aan de andere kant, ik heb in de afgelopen 3,5 jaar gezien wat voor mooie dingen je kan doen vanuit de gemeenteraad. En ik denk dat ik, als ik fractievoorzitter wil zijn, dan nu ook de daad bij het woord moet voegen. En dat ik nu echt de stap moet gaan zetten om lijsttrekker te worden. En wie weet waar we uitkomen. Maar mijn ambitie is in ieder geval om de komende 4 jaar nog verder te gaan. Want ik ben eigenlijk stiekem een beetje verslaafd geworden aan het werk. U zei al dat er mooie dingen zijn gebeurd afgelopen jaren. Ja. Kan je een voorbeeld daarvan noemen? Nou, een voorbeeld, wat dat was eigenlijk wel grappig, was net na de verkiezingen. Iedereen had in de verkiezingstijd geroepen, we gaan heel veel bouwen. En wij kwamen vlak na de verkiezingen meteen met het voorstel om extra tijdelijke woningen neer te zetten. Mm-hmm. Het zijn woningen om eigenlijk mensen die nu even tijdelijk geen woning hebben en heel hard op zoek zijn naar een nieuwe woning. Maar ja, die moet nog gebouwd worden. Ja. Ja, die kan je niet allemaal plaatsen in de nachtopvang of bij papa of mama op zolder. Dat gaat gewoon niet altijd. En daarom hebben wij een voorstel ingediend voor extra tijdelijke woningen. En dat heeft het ook gehaald. En die zijn ook inmiddels gerealiseerd. Tenminste bijna. Mm-hmm. Ze zijn nu nog aan het bouwen bij de McDonald's. Ja. Maar dat vinden wij wel echt een succes waar we heel trots op zijn. Ander voorbeeld is het openbaar toilet in de binnenstad. Waar wij zelf met initiatiefvoorstel gekomen zijn. En dat heeft de wethouder overgenomen en uitgevoerd. Mm-hmm. Daar zijn we ook heel trots op. Ja. Over de tijdelijke woningen even terug hoor. Ja. Hoe zien die eruit? Ja, mensen denken vaak dat zijn gestapelde containers, maar dat valt heel erg mee. Het zijn wel zeg maar complete onderdelen die ze neerzetten en die klikken ze aan elkaar. Ja. Maar die worden keurig netjes afgewerkt aan de buitenkant. En eigenlijk als je er langs loopt, het lijkt bijna een vakantiepark. Het is best wel mooi aangelegd. Ja. Ja, dus die mensen die zitten echt wel goed. Kijk, het is een kleine woning, het is maar tijdelijk. Ja. Maar het is beter dan de nachtopvang of erger nog. Ja. In een situatie waarin je helemaal niet veilig of prettig vindt. Ja. En in hoeverre is dat tijdelijk? Hoe lang mag dat duren dan? Ja, je mag ongeveer 2 jaar in zo'n woning zitten. Ja. De bedoeling is gewoon dat je zo snel mogelijk zoekt naar een vaste woon- en verblijfplaats. Daar helpen ze je ook mee. Je krijgt ook begeleiding vanuit de gemeente. Dat wil niet altijd zeggen dat het iedereen zal lukken om binnen 2 jaar een woning te krijgen. En dan kijken ze wat ze kunnen doen om die periode te verlengen. Maar het moet echt tijdelijk zijn, dus je krijgt geen vast wooncontract waardoor je er heel lang kan gaan wonen. Mm-hmm. Ja. En in de tussentijd is het heel belangrijk dat we veel bouwen in de stad, want dan kunnen die mensen goed doorstromen. Ja. Wat voor oplossingen zijn daarin mogelijk? Nou kijk, wat we nu bijvoorbeeld doen in de stad, en dat is denk ik goed, we streven naar woningbouw in alle segmenten. We hebben een 30-30-40 percentage. Alleen dat hanteren we nu op perceelsniveau. En wij hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, bind jezelf nou niet zo vast aan die regels. Want soms kun je meer woningen realiseren op een bepaalde plek als je je niet zo streng vasthoudt aan die percentages.
Dus probeer het niet op perceelsniveau te bekijken, maar probeer te kijken naar een iets bredere een buurt of een wijk zelfs. En kijk daarin of je als je op de ene plek bijvoorbeeld 80% sociaal bouwt, kun je op de andere plek misschien wel 100% middeldure huurwoningen bouwen. En op die manier kan je denk ik meer ruimte bieden voor ontwikkelaars om woningen toe te voegen. Gisteren sprak ik Koen Lagerveen. Ik vroeg welke vraag hij aan jou wilde stellen. Oh, leuk. Ging het over het spanningsveld tussen nieuwbouw en het groen. Hè? Recreatieve voor doeleinden en de natuur. Ja. Waar we ook mee, dat ook belangrijk is. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is een hele logische vraag eigenlijk die hij stelt. Want ik denk dat elke partij die ook aan zichzelf stelt, bij elk project waar je bouwt in het groen, moet je nadenken van, aan de ene kant willen we heel graag woningen toevoegen, aan de andere kant, groen kappen betekent ook dat je daarin echt kapitaalverlies leidt. Een boom die je kapt, die is niet zomaar teruggegroeid. Ja. En die bomen hebben we juist zo hard nodig in de klimaatcrisis die we momenteel kennen. En die we de komende jaren nog wel zullen kennen. En ik denk daarom dat het behoud van groen ook heel belangrijk is. We hebben dat ook opgeschreven in het verkiezingsprogramma. Mm-hmm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je elke boom kan sparen, want we willen ook met z'n allen een dak boven ons hoofd. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk per project daarin een hele goede afweging maken van, weegt nu het bouwen op deze locatie op tegen het groen wat je mogelijk, wat je mogelijk verliest. Ja. En waar ligt voor jou de grens? Nou, ik denk dat de grens ligt bij echt bossen kappen of grote stukken groen kappen. En het ligt er ook aan hoeveel woningen er tegenover staan. Want je kan wel, zeggen van ja, we kappen hier een paar bomen, dat levert woningen op. Maar ja, zoals we bij de Luitje-Broekemaastraat gezien hebben, dat is een inbreilocatie in de Purmer-Zuid. Mm-hmm. Daar hebben we best wel wat groen opgeofferd en daar hebben we eigenlijk maar 10 woningen voor teruggekregen. Mm-hmm. En dat vinden wij dan zonde. Dan zeggen wij, daar hadden wij liever een andere afweging gemaakt. Dus daar ligt eigenlijk een beetje onze grens. Wat is dan de toegevoegde waarde van een partij als Leefbaar Purmerend? Nou, gelukkig maar dat andere partijen er ook mee aan de haal gaan. Want anders zou de stad wel heel snel een onleefbare plek worden. Mm-hmm. Kijk, leefbaarheid op zich is een heel breed begrip. Ja. En alle maatregelen die je neemt, wil volgens mij iedereen zorgen voor zo'n zoveel mogelijk leefbare stad. Mm-hmm. Alleen, of je dat doet bijvoorbeeld vanuit een landelijke ideologie, of dat je dat doet vanuit de burgers van Purmerend, daar zit wel een verschil in. Mm-hmm. En wij zijn echt een lokale partij die kunnen kijken naar wat heeft onze stad nodig, wat hebben onze inwoners nodig, zonder dat we daaraan vastzitten aan landelijke ideologieën of landelijke partijbureaus die ons vertellen in welke richting wij de oplossingen moeten zoeken. Je hebt natuurlijk wel te maken met landelijke regels en richtlijnen. Tuurlijk, ja, die heb je en die respecteren wij ook met z'n allen. Ja. Ik denk dat de hele gemeenteraad zich daarvan bewust is. Alleen het verschil tussen een landelijke partij en een lokale partij is denk ik wel dat je veel makkelijker per onderwerp een eigen afweging kan maken. Zonder dat je dus vastzit aan wat de landelijke leiders vinden en roepen. Want je moet toch, ja, als jij de VVD bent, dan moet jij wat ze landelijk doen ook vertalen naar wat ze lokaal doen. En daar hebben wij geen last van. En wij kunnen daarom ook heel dicht bij de inwoners staan. Luisteren naar burgers, echt naar een locatie toe gaan en gewoon eens luisteren. Wie is er voor, wie is er tegen en waarom dan? Ja. En op basis van daarvan kun je dan ook je standpunt bepalen. Ja. Is dat de afgelopen tijd genoeg gebeurd om te luisteren naar bewoners? Ja, volgens mij kan je dat nooit genoeg doen. Alleen je zit op een gegeven moment ook aan een beperking van wat kun je doen, wat is haalbaar, wat is uitvoerbaar. Mm-hmm. Ik denk dat het sterk verbeterd is de laatste jaren. We luisteren steeds beter naar inwoners, maar het gebeurt nog niet altijd. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de coronacrisis, hè? Ja, dat maakt het lastiger. Wat moeilijker was. Ja. In plaats daarvoor waren er wel online sessies. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, kijk, online is voor heel veel mensen toegankelijk, maar niet voor iedereen. Dus het liefst hebben wij toch helemaal, ook als de coronacrisis doorloopt, dat we in ieder geval hybride vormen gaan aanbieden. Dat mensen die niet digitaal naar inspraak toe kunnen, dat die wel fysiek de mogelijkheid hebben om op 1,5 meter, desnoods met een mondkapje op, toch hun verhaal te kunnen doen. Want ik kan me best voorstellen dat een oma van 80 niet zo makkelijk de iPad aanzet om de livestream te volgen van de presentatie. Dat is toch moeilijk. Ja, nou, mijn oma misschien wel. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. En misschien kan ze dan anderen helpen. Ja. Maar niet voor iedereen is dat even makkelijk.
Waarom moeten kiezers gaan stemmen op Leefbaar Purmerend? Kun je dat kort... Allereerst is het heel belangrijk dat mensen gaan stemmen. Want we maken ons als eigenlijk hele gemeenteraad zorgen over de opkomst. We zien dat bij herindelingsverkiezingen het steeds moeilijker wordt om mensen te motiveren om naar die stembus te komen. Mm-hmm. Er wordt weinig landelijke aandacht aan besteed en de percentages van opkomst zakken soms tot bijna onder de 30%. En dat is heel erg moeilijk. Dus ik wil vooral iedereen oproepen om te gaan stemmen. Ja. En als we dan gaan stemmen, dan zou ik vooral op Leefbaar Purmerend stemmen als je het belangrijk vindt om de hondenbelasting af te schaffen. Als je graag een buitenzwembad in Purmerend wil. En als je ervoor wil zorgen dat het openbaar groen van niveau C naar niveau B gaat. En dat betekent geen scheve stoeptegels meer of hangend groen over de fietspaden. Mm-hmm. Waar we met z'n allen best wel eens last van hebben. Mm-hmm. Ja. Dus dat zijn drie redenen. Ik kan er nog veel meer noemen, maar dat zijn de drie redenen waarom ik zou stemmen op Leefbaar Purmerend. Ja.